We staan vlak voor een periode van feestdagen en de wisseling van oud naar nieuw. Allereerst wil ik u goede en inspirerende kerstdagen toewensen en de tijd tussen kerst en oud en nieuw gebruiken en rond kerst om stil te staan en stil te worden, even uit de hectiek van alle dag en na te denken over wat er het afgelopen jaar gebeurd is in uw eigen leven, maar ook in het groot, en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar. Voor de provincie Zuid-Holland betekent dat een jaar van grote uitdagingen. Allereerst natuurlijk de verkiezingen die gaan komen, provinciale statenverkiezingen op 20 maart. Ik wil u uitnodigen om gebruik te maken van uw stemrecht. Blijf niet aan de kant staan, maar laat uw stem horen. En kijk dan ook eens naar welk belang er door u aan de provincie wordt gehecht. En ook de onderwerpen die in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen staan. Het gaat echt ergens over. Het gaat over de inrichting van dit druk bevolkte gebied van Nederland, wat Zuid-Holland heet. Waar we willen zorgen voor een goed leefklimaat, voor goed ondernemersklimaat en voldoende ruimte om te genieten van groen en andere natuur die er in dit gebied ook is. Zuid-Holland staat voor grote uitdagingen, zei ik. Het komende jaar zullen we verder gaan met zaken als de energietransitie. Dat is een belangrijk begrip. Hoe krijgen we andere energiebronnen dan de traditionele? Dat vraagt een enorme investering in tijd, maar ook in geld en ook de bereidheid van ons allen om daaraan mee te werken. En de zaak is om te zorgen dat we dat op een goede manier regelen in onze provincie, zodat ook iedereen daar zijn of haar bijdrage aan kan leveren op een rechtvaardige manier. Een ander punt is mobiliteit. Is natuurlijk in onze provincie die druk is een belangrijk punt. Het gaat om goede wegen, goede vaarwegen, fietspaden en noem maar op. En ook daar gaan we de komende jaren mee door. Een grote opgave in onze provincie is woningbouw. Er moeten veel woningen gebouwd worden. De kunst is om te zorgen dat die niet allemaal in groene weilanden terechtkomen, zodat we nog meer van ons groen verliezen, maar dat we op de juiste plekken die woningbouw realiseren. Een ander belangrijk onderwerp is klimaatadaptatie. We weten allemaal dat ons klimaat aan het veranderen is en dat we ons moeten voorbereiden op een stijging van de zeespiegel, op hevige weerschommelingen. En zeker in een provincie als Zuid-Holland is dat van groot belang. Vergeet niet dat een groot deel van Zuid-Holland onder de zeespiegel ligt. We hebben te maken met bodemdaling en we moeten ons dus gewoon goed aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat vraagt veel van ons als provincie en van u als inwoner van de provincie zelf. Dus denk ook de komende dagen eens na over wat voor u belangrijk is en laat uw stem dan ook op 20 maart horen. Ik wens u allen goede kerstdagen, de rust die erbij hoort en een goed nieuw jaar. Voor u persoonlijk, als wel voor ons allemaal hier in de provincie Zuid-Holland. Dank u wel.